Oké, nog een belangrijke die ik graag had willen weten als ik jong was en die ik eigenlijk wel had kunnen ook zelf concluderen als ik jong was. Maar goed, het inzicht komt met de jaren soms. Is eigenlijk oogbehaafd zijn heeft de hoge capaciteit tot het leren. Maar kennis alleen maakt het ook nog niet succesvol, maakt het nog niet tot iets tastbaars. Kennis wordt pas nuttig als je het gaat inzetten om doelen te bereiken. Dus daarom is het heel belangrijk, zeker als je hoogbehaafd bent, is om op zoek te gaan naar opdrachten, naar uitdagingen, waar je die kennis als je aan het vergaren bent, dat je die ook direct kan gaan toepassen, dat je daarmee actief aan de slag kunt, waardoor wiskunde, waardoor taal, waardoor whatever, waar je wel jouw plezier in kan halen, zich vertaalt naar iets in praktijk. Is dat nu een blog, is dat nu een vlog, maak de YouTube-filmpjes, maak de TikTok-filmpjes, whatever dat je doet. Maar probeer die kennis te vertalen naar iets tastbaar dat je kunt gebruiken in de praktijk. En zo gaat je effectief veel beter leren, omdat je je leren een doel begint te krijgen. Dus jaren heb ik eigenlijk amper boeken vastgepakt en dan met het geluk van de juiste persoon tegen te komen, was ik opeens getriggerd dat een boek veel meer is dan papier en kennis, maar dat een boek eigenlijk de toegangspoort was en is tot allerlei nieuwe dingen om te doen, allerlei nieuwe uitdagingen die je kan vastpakken, waarbij dat die kennis eigenlijk, als je ze gaat toepassen, meer wordt dan kennis, maar eigenlijk een autosnelweg wordt waar je met een Tesla en 250 en duur kunt overvlammen, omdat je kennis binnenhaalt van mensen die er jaren mee bezig waren. En dus je kunt die jaren inkorten in weken of maanden, maar de grootste voorwaarde is dat je niet beperkt tot het lezen van die boeken, maar vooral, veel belangrijker, dat je die omzet in praktijk, dat je daarmee aan de slag gaat. Dus nu ben ik bijvoorbeeld een boek aan het lezen, waar ik zeker nog rond ga delen. Ja, ik ben de titel een beetje vergeten, Atomische Gewoontes, het is zo niet, maar het is wat zijn eigenlijk gewoontes en hoe kun je gewoontes veranderen. En wat ik al fascinerend vond, wat ik nu al even rap ga delen, want ik heb nog een paar seconden, is bijvoorbeeld dat gewoontes, dat je dat niet kunt kweken met doorzettingsvermogen. Dus als je ouders zeggen, of als collega's zeggen, als je al aan het werken bent van, ja, je moet op je tanden bijten en doorzetten. Dat werkt voor een paar dagen. Maar vanaf dat je op een zwak moment bent, dat het even niet gaat, dat je eventjes wat moe bent, lukt dat eigenlijk niet meer. Dus om gewoontes te kweken, moet je echt met andere tools aan de slag. En zo'n kennis kun je uit een boek halen. En op basis van dat boek kunnen veel sneller gaan. Dus ik zou zeggen, het eerst volgende boek dat je gaat lezen. Non-fictieboek. Beperk u niet tot het lezen van dat boek, maar zoek ook een opdracht om dat boek te vertalen naar iets in praktijk, zodanig dat je kunt vaststellen dat die tools, of dat werkt of niet voor u, want niet elke tool werkt voor iedereen even goed. En dan ga je opeens ontdekken hoe relevant eigenlijk kennis is en hoe een unieke kans dat je hebt als je daar nog fulltime je tijd kunt gaan insteken. Want de keer dat je gaat werken, moet je dat natuurlijk combineren met je opdrachten die je moet doen. En kun je niet non-stop zitten leren. Maar je hebt natuurlijk ook veel meer kans om het in praktijk om te zetten. Dus het blijft leuk, ook als je afgestudeerd gaat zijn. Maar ik zou zeggen, ja, maakt van kennis, maakt het ervaring en kunde. En gaat er altijd mee aan de slag. Oké, veel succes. Doei.